Europese top van 23 februari wordt de EU-begroting voor de komende 7 jaar besproken. Het vertrek van Engeland uit de EU slaat een gat in de EU-begroting van ongeveer 100 miljard. De EU moet dus fors bezuinigen, maar de grote partijen in het Europees Parlement willen dat niet. Zij steunen de Europese Commissie die juist 10 tot 20% meer wil uitgeven. Maar vrijwel geen enkel Europees land wil dat aan zijn burgers uitleggen. En daarom heeft de ALDE voorgesteld om de EU meer directe belastingen te laten heffen. Verhofstadt is de baas van de ALDE en in Nederland vallen D66 en de VVD daaronder. Doordat de belasting op bedrijven en producten wordt geheven, ziet de burger ze niet, maar ze betalen ze wel. De PVV is tegen betalen aan de EU en al helemaal tegen dit plan om meer stiekeme belastingen in te voeren.